Als je goed luistert, dan zit het hele bos vol met vogels. En dat zijn voor een deel standvogels, dus vogels die hier het hele jaar door blijven. Misschien het allerlaatste zomervogels, de anderen zijn al weggetrokken naar het zuiden. En voor een deel zijn het ook overwinterhuizers, vogels die hier naartoe komen vanuit het hoge noorden. Maar ja, zie ze maar eens, want je hoort ze wel overal, maar zien is echt moeilijk. En op de Hoge Veluwe hebben ze daar wat voor bedacht, namelijk een kijkhut. Maar ja, we kunnen natuurlijk gewoon in het bos gaan staan. Maar voor de kijkhut, daar ligt een vijvertje. En dat water, schuis op de Veluwe, dat trekt vogels aan. Dus we gaan er binnen kijken wat we hier tegenkomen. Er is al het een en ander langs gekomen. Hegemus. Grote bonspecht zelfs. En nu zit hier vooral de hele tijd een merel. Ja, dan denk je merel, die zitten overal. Maar de afgelopen maanden heb ik ze niet of nauwelijks meer gezien. Bij mij in het dorp en de stad. Ik kom ze niet meer tegen. En hier op de Veluwe heb ik ze vandaag al meer gezien dan in ieder geval de afgelopen week in mijn eigen Nijmegen. En ik heb een vermoeden waardoor dat komt, want al een paar jaar lang hebben die merels wel erg last van een virus, het Oesutu-virus. En dat zorgt voor heel veel zieke merels en een deel daarvan gaat er ook dood aan. En misschien dat de merels hier er minder last van hebben. En daarnaast is het ook nog zo dat er nu merels vanuit het Hoge Noorden hier naartoe komen om hier te overwinteren en een deel trekt door. En als je hier een hele dag gaat zitten, heb je een goede kans om ze goed te fotograferen en bovendien om een hele rits andere bijzondere soorten tegen te komen.